André J. Nunden Sehepalal is gisteren het eredoctoraat in de juridische wetenschappen verleend door het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Bestuursvoorzitter Shanti Venetiaan zei dat het bestuur kennis heeft genomen van het voorstel voor het verlenen van het eredoctoraat en van de indrukwekkende CV van Sehepalal. De reden van de 95-jarige meester in de rechten, getiteld het huisrecht en de wettelijke beknotting hiervan, wordt gelezen door Harish Menoret. Ik neem u thans mee naar het laatste gedeelte van de reden en wel het faillissementsrecht binnen het huisrecht. Ook in de faillissementswet zijn er regels betreffende het huisrecht. De schuldenaar, die in een toestand verkeert dat heeft opgehouden te betalen, wordt op eigen aangifte of op verzoek van tenminste twee zijner schuldeisers bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard. De faillietverklaring kan ook worden uitgesproken om redenen van openbaar belang, zeggen op vordering van het Openbaar Ministerie. In de praktijk echter wordt deze mogelijkheid vrijwel nooit gebruikt. De rechter kan faillissement ook uitspreken na intrekking van de surseance van betaling. De erepromotor van Sehepalal, Carlo Jagannathan Singh, zei dat bij het kennisnemen van zijn cv en reden de bevestiging kwam dat Sehepalal een rechtwetenschapper is. Die gedurende zijn loopbaan erin geslaagd is zich op verschillende gebieden van het recht verdienstelijk te maken. Alhoewel uw afstudeerrichting privaatrecht was, hebt u zich middels uw publicaties niet alleen bewogen op het gebied van het civiele recht, maar ook het publiek recht hebt u tot deel van uw studie gemaakt. Uw reden, getiteld, prachtige wijze voorgelezen door Harish, het huisrecht en de wettelijke beknotting hiervan, is een voorbeeld van een studie over een combinatie van publiek en privaatrecht. Het huisrecht, vervat in artikel 17 van onze grondwet, behoort tot een van de belangrijke fundamentele rechten van de mens. Iedere burger moet zich veilig en vrij kunnen voelen in zijn woning, die dienst doet als een burcht waarin men zich beschermd moet voelen. Sehepalal deed een handreiking voor het oplossen van de vele erfrechtelijke boedels in Suriname door onderzoek te doen in verband met de publicatie van zijn boek getiteld De afwikkeling van onbeheerde nalatenschappen in Suriname. Met de toekenning van de erepromotie verkreeg Sehepalal de titel van Dr. Honoris Causa.